Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij een nieuwe video van F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gian Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 17 alweer. Nog hierna twee rondes te gaan en dan zit deze seizoen erop. Ik heb al bijgetekend bij een ander team, een historisch team. Veel teams wouden mij hebben, maar ik heb toch voor dat ene team gekozen. Dat kan je zo meteen zien. We gaan dus rijden in Zuid-Korea. En kijken wat dat dus gaat opbrengen namelijk. Ik kan je nu alvast verklappen. Er komt regen aan in de wedstrijd. Dus ja, het kan nogal spannend worden. Wat dat gaat doen met de banden. We starten dan sowieso op full wet. Kijken of de kwalificatie ook nat verloopt namelijk. Maar goed, hier ben dan dus normaal het reguleren wat ik zo meteen ga zeggen. Hey trouwens, nieuw op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Kom ook even op de sociale media. @GianHansGraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Wat ik ook een leuk feitje is dat alleen de eerste rijder R&D focus kan hebben. Dus ja, we moeten even kijken wat we gaan doen. We zijn dus aanbeland bij de paddock. Voor een nieuwe ronde. Nieuwe kansen is het eigenlijk. Het kampioenschap is al lang beslist. Dat hebben wij veroverd in de vorige video. En we hebben dus voor Williams gekozen. Ik wou weer naar een underdog team. Ik hoef niet naar een Red Bull of een Ferrari, want dan wordt het heel eenvoudig. Williams staat er niet goed voor. Dan denk ik, ja, het is een historisch team met veel kampioenschappen, veel constructeurskampioenschappen. Dus ja, waarom niet? Waarom niet? Krijgen daar $12.500 per jaar in vergelijking met zelfs $500.000 per jaar. Dus ja, we gaan er vooruit. Klassement. Dan is derde in het constructeursklassement. Kunnen we misschien wat gaan opvoeren richting Red Bull? Maar eerst de kwalificatie voor de grote prijs van Zuid-Korea. Kijken wat dat gaat opleveren. En dan zijn we aanbeland bij de natte kwalificatie. In de race wordt het ook nat. Dus ja, het kan wat spetterend gaan worden met veel spins. Misschien uitvalbeurten, je weet het maar nooit. Maar dat zie je hier zelden in F1 2010. Poel werd eronder geschoten. Zijn de auto daar bijna kwijt zelfs, maar redden hem heel erg mooi. Dus dat is goed om te zien. Komen we aan bij sector 3 van het circuit. Hier een klein beetje wijd op het gras. Weer de auto bijna kwijt, maar houden hem weer mooi door op de rem te gaan staan. Daar een muurtje geraakt helaas. Heeft ons wat tijd gekost. Komen bij start-finish. En dat is een 2 minuut 4. En dat is ook de pole position. Goed gedaan. Is het door naar de wedstrijd voor. Awesome result! Where did that come from? Pole! Pole position, mate! Hey, well done! Voor aflevering nummer 17 van F1 2010. Career Mode. Dan zijn we aanbeland hier in de pitbox voor een natte race in Zuid-Korea. Starten op pole position, 32% kans op neerslag. We starten sowieso op de full wets. Dus ja, het kan nog al iets gaan worden. De curbstones zijn hier nogal gevaarlijk in F1 2010. Maar nu nog gevaarlijker
vanwege dat natte weer. With conditions as they are, I'd suggest you take a full set of wets. Wets dus op de auto gezet. Gaan voor een natte setup. Is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 17. Kijken wat dit gaat opleveren. Hopelijk een overwinning. We zijn er klaar voor. Hopelijk jullie ook. Ik zou zeggen, daar gaan we dan. Championship in the bag, so just go out there and enjoy yourself. Geniet van de race, zegt de ingenieur. De lampen zijn uit en we zijn onderweg voor de grootprijs van Zuid-Korea hier in Zuid-Korea natuurlijk. Waar anders? Eerste bocht nemen wij gewoon goed, jazeker. We hebben naar de tweede plek. Oefen dus niet naar binnen, omdat het regent. Die bandenregel is dus geschrapt. En gaan hier gewoon de race op uitrijden. Wel een beetje glijden met de achterkant. Die is heel losjes. En gaan gelijk in cruise modus. Zijn de auto daar volledig aan het oesen. Moeten minder hard met de refs omgaan. Onder nummer 2 zitten we. Schieten hier een beetje door over het gras. Maar dat is geen probleem. Achterstand met Webber is inmiddels ongeveer een seconde. Er zijn nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. Tot nu toe verloopt het goed. Gaan het hier rustig aandoen. Willen de auto niet kwijt zijn. En dat is ook gelukt. Jazeker. Button op P3. Vettel op P4. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. En wij zijn het snelste in sector 2. Ik hoor Mark Webber achter mij. Schieten hier een klein beetje door. Verpesten daar een beetje onze exit. Maar dat moet niet al te veel problemen opleveren namelijk. Klein beetje die apex daar gemist. Webber zit in mijn kielzog, maar kan er nog niet voorbij. Wij zijn 2 seconden sneller, maar maken hier een klein foutje op het gras. Webber is 19e langzamer in sector 2. Krijgen er daar helaas een waarschuwing vanwege het bocht afsnijden. En we zitten alweer in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als wij 2, ruim 2,5 seconden sneller zijn. We zitten in ronde nummer 4 als we daar weer een klein foutje maken. Maar dat moet geen probleem veroorzaken. We hebben nog steeds op P2. Zit nog steeds in mijn kielzog. Dus de Red Bull coureur heeft snelheid gevonden. En wij zijn 1,5 seconde langzamer. Webber sneller met zijn rondetijd. Blijf op die natte banden, zegt de ingenieur. Het weer gaat er niet beter op worden. Tenzij het weer er beter op wordt, maar goed, wordt het niet. We hebben nog steeds op P2 in ronde nummer 5. Nog 6 rondjes te gaan in de wedstrijd. Oh, de achterkant breekt daar een beetje uit. Tijdens het remmen. En gaan weer voor veel aero op de voorkant. Ronde nummer 8. En Webber is zoek gereden. Dan gaan we zometeen ronde nummer 9 alweer in. En zijn weer sneller. 3/10 ongeveer. Met een 1.59.2. Schieten hier iets te ver door. Komen over het gras weer terug de baan op. Uit de pitstraat.
Maar het is gewoon geen probleem omdat de voorsprong met Mark Webber zo groot is. Met Sebastian Vettel zo groot is Webber teruggezakt naar P4. Vettel en Hamilton hebben hem gepasseerd. Is daar iets mis met Mark Webber? In de vorige race was dat wel. We zitten in ronde nummer 11. De laatste ronde loopt. Komen bij het laatste sectordeel aan van de wedstrijd. Zometeen bij start-finish gaan wij hier de wedstrijd winnen in Zuid-Korea. Vettel naar P2, Hamilton op P3. Goed gedaan. Is het op naar de volgende ronde. Amazing! Brilliant result, man! Nobody expected that! Well done! Binnen hier dus de grote prijs van Zuid-Korea. Vertrokken vanaf pole position en naar de horizon gereden. Vettel op P2, Hamilton op P3. Webber dus op P4, eindigt niet op het podium. Button 5, Alonso 6, Robert Kubica P7, Rubens Barrichello op P8. Dan is de vraag wie eindigt er als negende. Nico Rosberg en Schumacher op P10. Massa niet naar de punten. Helaas, en mijn teamgenoot alweer niet naar de punten. Eindigt als laatste. Wat een wedstrijd. 10,4 seconden voorsprong op Vettel. Amazing! Oh, amazing win! That's 13 wins! You've equaled Schumacher's record for wins in a single season. Really, really great driving. 13 race-overwinningen in een seizoen geboekt. Evenaren Michael Schumacher voor dat record en kunnen in Brazilië dat record gaan overnemen met 14 races in een seizoen gewonnen. Dan op naar Abu Dhabi. Dan winnen we onze 15e race, dus hebben bijna alle grote prijzen gewonnen. Maar ja, de voorsprong met Webber is gewoon enorm groot. Hamilton en Webber knokken nog om P2 in dat wereldkampioenschap. Vettel naar P6. Stelt teleur helaas voor Red Bull Racing. Mijn teamgenoot nog steeds 0 punten. Jammer, maar helaas. Ja, het is wat. Het is wat. Er zijn nog 2 rondes te gaan. Dus 50 punten te verdelen bij de coureurs. Ja, en 86 punten bij de constructeurs. Dus dat wordt nog close. Kijk maar, 30 punten verschil naar Red Bull. En McLaren volgt op 10 punten verschil van Red Bull. Dus het wordt nog heel spannend met 2 races te gaan wie die constructeurstitel naar huis neemt. Fantastic driving last race. Congratulations. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Zoals je kan zien, hebben we dus voor Williams getekend voor het seizoen. Als er nog My Team Career Mode, als dat nog te lang duurt, dan gaan we gewoon door met F1 2010 Career Mode. Gewoon doen, zou ik zeggen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal, abonneer voor meer wekelijkse Formule 1 content zoals gameplay video's, updates over de Formule 1, dat kan je via F1 Online, dat is mijn tweede kanaal. Abonneer je daar ook gewoon op en zet daar ook het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me even op de sociale media, @Gianlandgraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianland, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video over de Formule 1. Ga verder met nieuwe content. Tot de volgende keer!